Welkom bij deze video over eindige differentiemethode. Het onderwerp waar we het over hebben zijn randwaardeproblemen. Dus problemen waarbij je een differentiaalvergelijking hebt. Eendimensionaal, typisch met een diffusieterm erin, dus een tweede afgeleider erin. Waarbij je aan het linker uiteinde en aan het rechter uiteinde van het interval een voorwaarde oplegt. En ik wil nu gaan kijken hoe je die numeriek kunt oplossen. Dat wil zeggen hoe je van een differentiaalvergelijking bij een differentievergelijking kunt uitkomen en hoe dat leidt tot een stelsel van lineaire vergelijkingen. Dus laten we eens even kijken wat ik ga doen in deze video. Ik ga allereerst even kijken naar een aantal benaderingen voor de eerste afgeleide, dus u-accent. We hebben een functie u die van één variabele afhangt, u van x. En ik ga kijken naar een benadering voor u-accent x. En daar ga ik er 3 voor geven. Forward differences, backward differences en sensible differences. En dan ga ik voor de tweede afgeleide, u dubbel, ga ik een centraal differentiebenadering geven. En dan laat ik zien hoe je van een randwaardeprobleem, dus differentiaalvergelijking plus randvoorwaarden, tot een lineair stelsel komt. Laten we eens even kijken. Allereerst benaderingen voor de afgeleide. Die zijn gebaseerd op Taylor-reeksen. Dus we zullen uiteindelijk, als we een differentiaalvergelijking op een interval zeg van 0 tot 1 hebben, dan gaan we een rooster kiezen. En in dat rooster, laat ik even een plaatje maken. Dus we hebben bijvoorbeeld het interval van 0 tot 1. En dat ga ik straks in stukjes hakken die allemaal gelijke afstand tot elkaar hebben. En dan heb ik het over roosterpunten x0, x1 tot aan uiteindelijk hier xn. En de afstand tussen al die roosterpunten die zal ik h noemen. En wat ik nu graag wil, is dat ik een benadering ga geven voor u-accent x in termen van ux en dan u rechterbuurman, dat is x plus h, en u linkerbuurman, x min h. H is de afstand tussen de x's en dat zal een klein positief getal zijn. Als we dus u x plus h hebben, met h een klein positief getal, dan hebben we dus een punt, een klein stukje rechts van x. Dan kunnen we naar de Taylor-reeks gaan kijken. Heel veel numerieke methoden zijn gebaseerd op Taylor-reeksen, ook hier. Dus we gaan kijken, u x plus h ontwikkeld in een Taylor-reeks rondom x. Dus dan krijgen we u x en dan h keer u accent x, de eerste afgeleide, h kwadraat gedeeld door 2 faculteit keer u dubbel, h tot de derde gedeeld door 3 faculteit keer de derde afgeleide, enzovoorts. Meer heb ik hier niet nodig. Wat ik vervolgens doe is dat ik uit deze u accent x ga oplossen. Dus ik breng de ux naar de andere kant van de vergelijking. Ik deel alles door h. En dan ga ik u accent x nog losschrijven. En dan zie je dat blijkbaar u accent x gelijk is aan ux plus h min ux gedeeld door h. Plus andere termen. En deze andere termen die geven dus aan hoe nauwkeurig mijn benadering is. En dat dit differentiequotient een benadering is voor de eerste afgeleide, dat zou je niet moeten verbazen. Want uit de analyse ken je de definitie u accent x is de limiet van h gaat naar 0. Ux plus h min ux gedeeld door h. Dus in plaats van dat we nu de limiet nemen voor h naar 0, kiezen we een kleine positieve h. Dus wat we nu gevonden hebben, is in feite dit. Blijkbaar kunnen we u accent x benaderen met dit differentiequotient, en dit heet een voorwaartse differentie. En de fout die we maken is orde van h. Dit is namelijk de fout die hier staat. En als h naar 0 toe gaat, dan is de term die het langzaamst naar 0 toe gaat, dus die dominant wordt als h heel klein wordt, deze term. Dus zoiets als een constante keer h, oftewel grote O van h. Wat we nu gevonden hebben, is de forward difference approximation, voorwaartse differentiebenadering, voor de eerste afgeleide. En we zien dat het first order accurate, eerste order nauwkeurig is, omdat de fout zoiets als een constante keer h tot de macht 1 is. Dus eerste orde. Nou, ik ga nog
twee benaderingen geven voor diezelfde eerste afgeleide. Als je kijkt, dan is het eigenlijk zo dat ik u accent x nu, dus u accent in een bepaald punt, benader met de u-waarde een stukje rechts ervan en in het punt zelf. Ik kan ook de linkerbuurman gebruiken. En dat leidt tot de backward difference approximation. Dus ik ga dan ux min h in een tedelrex ontwikkelen. En ik los ux weer op. Sorry, u accent x. En je ziet dat u accent x blijkbaar ux min h gedeeld door h is. Dus de u-waarde in het punt minus die in zijn linker buurman gedeeld door de afstand tussen de twee punten. En al deze termen die geven aan hoe goed het is, met andere woorden wat de fout is. En je ziet hier al dat het ook weer een eerste orde nauwkeurige benadering gaat worden. Dus wat we hebben is dat we u accent x ook kunnen benaderen met dit differentiecoëfficiënt, nu in termen van de linkerbuurman, plus grote O van h. De fout is ongeveer een constante keer h tot de macht 1, een eerste orde nauwkeurige benadering. Dan kun je afvragen, kan het beter dan eerste orde nauwkeurig? En ja, dat kan als we gaan kijken naar zowel de rechterbuurman als de linkerbuurman van een roosterpunt. Dus wat ik ga doen, die twee Taylor-reeksen die ik al had, die ga ik nu van elkaar aftrekken. En dan zie je dat ux eruit valt. En dit levert samen 2h keer u accent op. Die even, die valt er weer uit, want die hebben hetzelfde teken. En dit gaat dan zoiets als een fout geven. Dus als ik dat doe, ik trek ze van elkaar af. Aan de rechterkant van het eerste teken zie je alleen nog maar oneven afgeleiden staan. En je ziet dat ik heb hier een orde h tot de vierde geschreven. Eigenlijk had ik dan ook orde h tot de vijfde mogen schrijven. Want de vierde afgeleide, als ik hier de vierde afgeleide nog bij had geschreven in deze twee, nou, dan waren die tegen elkaar weggevallen. Dus wat we hebben nu is dat je u accent x ook kunt benaderen met de waarde in de rechterbuurman min de waarde in de linkerbuurman gedeeld door de afstand tussen die twee punten. En dit is blijkbaar beter, want wat we nu zien is dat de fout die we daarbij maken orde h kwadraat is. H tot de macht 2. Dit heet de centraal differentiebenadering, central difference approximation. En die is tweede orde nauwkeurig blijkbaar. Nou, tot slot, we hebben gezien in randwaardeproblemen dat je ook vaak een diffusieterm hebt, een term met een tweede afgeleide van u erin. En ik ga ook nog een benadering geven voor de tweede afgeleide van u, in termen van waarde van u alleen. En daarvoor kijk ik weer naar de twee Taylor-reeksen die we al hadden. Trek ze nu niet van elkaar af, ik ga ze bij elkaar optellen. En als ik ze bij elkaar optel, dan vallen alle oneven afgeleiden eruit. En je ziet dan dat ik krijg aan de rechterkant 2ux en h kwadraat u dubbel en een orde h tot de vierde. En als ik deze even naar de andere kant breng en dan oplos voor u dubbel, dan zie je dat ik u dubbel blijkbaar kan benaderen met de waarde van u in de rechterbuurman min 2 keer de waarde van u in het punt zelf plus u in de linkerbuurman en dan gedeeld door h kwadraat. En de fout die ik maak is orde h kwadraat. Ik heb gedeeld door h kwadraat, daarom is die orde h tot de vierde een orde h kwadraat geworden. Centraal differentiebenadering ook, maar nu voor de tweede afgeleide en je ziet dat die tweede orde nauwkeurig is. En eigenlijk hebben we nu voldoende ingrediënten om in één dimensie randwaardeproblemen op te lossen. Voordat ik dat doe, even een klein overzicht van de differentiebenaderingen die we nu zo snel hebben afgeleid. Voor de eerste afgeleide heb ik drie benaderingen. Forward differences, backward differences en central differences. De forward en backward die de rechterbuurman en de linkerbuurman gebruiken, die hebben orde 1. En de central difference approximations voor zowel u accent als u dubbel, die zijn tweede orde nauwkeurig. Dit was voorbereidend werk, want wat ik eigenlijk graag wilde is een randwaardeprobleem discretiseren. Dus een randwaardeprobleem van differentiaalvergelijkingen naar een lineair stelsel brengen. Dus ik kijk even naar een modelprobleempje. Ik ga ervan uit dat A, B, C en F gegeven zijn. Die ken ik. A, B en C zijn constantes hier, namelijk
de diffusiecoëfficiënt, de advectiecoëfficiënt en de reactiecoëfficiënt. En F is het rechterlid zoiets als een bronterm. Dat is een differentiaalvergelijking, die geldt voor alle x'en in het interval 0,1. En dan moet ik nog randvoorwaarden opleggen en ik kies voor Dirichlet randvoorwaarden hier. Dus ik schrijf u zelf voor. U is wat ik graag wil weten en ik ga ervan uit dat ik u aan de linkerkant en aan de rechterkant van het interval ken. Nou, wat ik ga doen is roosterpunten kiezen. Dus ik kies x0, x1, x2 tot aan xn plus 1, allemaal op gelijke afstand van elkaar. Dus dat betekent dat xi gelijk is aan i keer h. I loopt van 0 tot n plus 1. En h is de afstand tussen twee roosterpunten. Dus ze liggen allemaal op gelijke afstand van elkaar. En ik ga u in elk roosterpunt, xi, benaderen. En de benadering geef ik aan met u met het subscript i. Aan de linkerkant en aan de rechterkant ken ik u. Dus hier aan de linkerkant heb ik deze Dirichlet randvoorwaarden. Dus ik weet dat u0 gelijk is aan u left. En ook aan de rechterkant, hier in het punt x is 1, dus het roosterpunt xn plus 1, daar weet ik dat u gelijk is aan u right. Dus ik weet dat un plus 1 gelijk is aan u right. Dus de onbekende, dat is u op de interne roosterpunten, de roosterpunten 1 tot en met n. En roosterpunt 0 en n plus 1, dat zijn de randpunten, daar weet ik wat u moet zijn. Nou, al die onbekenden die verzamel ik in een vector, hoofdletter u, bold u. En dat is een vector in Rn, want hij heeft precies n componenten. Wat ik wil gaan doen, dus wat het uiteindelijke doel is, is om een lineair stelsel af te leiden voor de vector u. Dus ik ga een matrix, een n bij n matrix in elkaar knutselen en een rechterlidvector b, die dezelfde afmeting heeft als u. En ik ga ervoor zorgen dat a keer u gelijk is aan b. En vervolgens moet ik een lineair stelsel oplossen. En dat weten we hoe dat moet. Dat kun je met LU-factorisatie voor elkaar krijgen. Die diffusieterm, dat is een tweede afgeleide. Dus ik heb hier de hele differentiaalvergelijking staan. Daar zit een tweede afgeleide in, de diffusieterm. En die tweede afgeleide, daar gebruik ik de centraal differentiebenadering voor. Dus die benader ik met dit, min ui plus 1, min de linkerbuurman, plus 2 keer ui, min de rechterbuurman, gedeeld door h kwadraat. En dan staat nog een a'tje voor. En soms is het handig om daar een soort van scheikundeachtige notatie voor te gebruiken. Dat heet stencil notation. En daarin geef je de gewichten aan hoe elk roosterpunt meedoet. Dus het roosterpunt zelf heeft een coëfficiënt plus 2. De linkerbuurman heeft een min 1. En de rechterbuurman, sorry, dit is de rechterbuurman, die heeft i plus 1, die heeft ook een min 1. Dus we krijgen min 1, 2, min 1. En dan staat er nog een 1 gedeeld door h kwadraat voor. Als ik nou al die bijdragen in een matrix verzamel, dan krijg ik de matrix met een 1 gedeeld door h kwadraat ervoor. En dan steeds op de diagonaal een plus 2. En de eerste boven en de eerste onder diagonaal, die hebben een min 1. En als ik nu a keer u doe, dan heb ik alle bijdragen, alle diffusietermen verzameld. Voordat ik verder ga met de volgende term, met de advectieterm, wil ik nog even naar deze matrix kijken en een paar eigenschappen opsommen. Wat je ziet is dat de matrix symmetrisch is. Als ik hem spiegel in de hoofddiagonaal, dan vind ik dezelfde matrix weer terug. Verder is hij sparse, L. De meeste elementen zijn 0 en alleen die drie diagonalen zijn ongelijk aan 0. Het is een driediagonaal matrix. En wat je ook ziet bijvoorbeeld door de determinant uit te rekenen is dat de matrix non-singulier is, dus hij heeft een inverse. En als ik die matrix keer de vector u doe, dan heb ik precies al die diffusietermen bij elkaar te pakken voor al die roosterpunten. Heb ik dan de diffusiebijdrage. De advectieterm, dus dat is b keer de eerste afgeleide. Voor die eerste afgeleide had ik drie benaderingen gevonden. Ik kan forward differences, backward differences en central differences gebruiken. Als je forward differences doet, dan pak je de rechterbuurman min punt zelf gedeeld door de afstand tussen de roosterpunten. En in stencil notatie, in het punt zelf heb je de coëfficiënt min 1. De rechterbuurman heeft plus 1 en dan staat nog een 1 gedeeld door h voor. Ik kan het allemaal weer in een matrix zetten.
Die matrix die heeft dan min 1 op de hoofddiagonaal en plus 1 op de eerste bovendiagonaal. En aan deze matrix zie je dat hij niet symmetrisch is. Want als je hem spiegelt, dan vind je niet hetzelfde terug. Je zou nog kunnen afvragen of hij dan antisymmetrisch is. Dus dat A getransponeerd min A is, maar dat is ook niet het geval. Dus hij is ook niet antisymmetrisch. Hij is wel L. De meeste elementen van de matrix zijn 0. En hij is niet singulier. En dat kun je vrij makkelijk zien. Het is een boventriehoeksmatrix. Dan staan de eigenwaarden op de diagonaal. Die zijn allemaal min 1, dus niet gelijk aan 0. En de matrix heeft dus geen eigenwaarde 0. Met andere woorden, hij is non-singular. En opnieuw kun je al die advectietermen bij elkaar schrijven als je U vermenigvuldigt met deze matrix A. En die matrix, die heb ik het subscript ADV van advectie gegeven en dan FD omdat we forward differences gebruikt hebben. We kunnen die term B, U accent, daarvoor zouden we ook backward differences kunnen gebruiken. Dat lijkt heel erg op elkaar. Wat je met backward differences doet, is dat je het punt zelf en zijn linkerbuurman gebruikt. In stencilnotatie plus 1 voor het punt zelf, min 1 voor de linkerbuurman. Je kunt weer een matrix bouwen. Die krijgt nu plus 1 op de hoofddiagonaal, min 1 op de eerste onderdiagonaal. En die matrix is opnieuw niet symmetrisch, ook niet antisymmetrisch. En hij is wel L, want de meeste elementen zijn 0. En de matrix is non-singular. Eigenwaarden zijn op de diagonaal, die zijn allemaal plus 1, dus niet 0. 0 is geen eigenwaarde, dus non-singular. En je kunt ze allemaal verzamelen door dit product te vormen. En nu heet de matrix dus advectie en backward differences. Ten slotte, we hebben nog één manier extra om uw accent te discretiseren, namelijk met centraal differenties voor de eerste afgeleider. En als ik dat doe, dan zie je in stencilnotatie 0 keer het punt zelf plus 1 keer de rechterbuurman min 1 keer de linkerbuurman en delen door 2h, de afstand tussen de rechter en de linkerbuurman. Als ik dit in een matrix zet, dan krijg je 0 op de hoofddiagonaal plus 1 op de eerste bovendiagonaal min 1 op de eerste onderdiagonaal. Nou, deze matrix is antisymmetrisch. Als ik de getransponeerde neem, dan verplaatst het minteken. Hij is L, de meeste elementen in de matrix zijn 0. En hij kan singulier zijn. Dus als je naar het extreme geval kijkt dat de matrix 1 bij 1 is, dan staat er een 0 in en dan is de matrix singulier. En als je ze allemaal wilt verzamelen, de matrix heb ik nu A en dan advectie CD, Sensible Differences, genoemd. Dan zijn we er bijna. Hier staat de hele differentiaalvergelijking. Daar staat nog een CUX in. Nou, het zal geen raadsel zijn dat we dat gewoon vervangen door C keer UI. Dus de benadering in rooster.punt I. En dat je allemaal samen kunt pakken door C keer de vector U te doen. En laten we eens kijken wat dan het resulterende lineaire stelsel wordt. Dus dit is het boundary value problem, het randwaardeprobleem. We hebben een differentiaalvergelijking en we hebben twee Dirichlet randvoorwaarden. Die differentiaalvergelijking, daarin vervang ik de afgeleiders door de differentiebenaderingen die we gezien hebben. Ik gebruik centraal differenties voor u dubbel, want dat is de enige die ik heb laten zien. En ik schrijf het nu even uit waarbij ik forward differences gebruik voor uw accent. Dus dan krijg je ui plus 1 min ui gedeeld door h. Nou, ik vervang dus de tweede afgeleider door de centraal differentie. Ik vervang de eerste afgeleider door de forward difference benadering. CUX vervang ik door CUI en FX in roosterpunt X is XI, daarvoor schrijf ik FI. Wat je nu krijgt, wat er hier ontstaat, is een lineaire vergelijking voor UI, UI plus 1 en UI min 1. Dus het roosterpunt zelf en zijn rechter en linker buurman. En die geldt in alle inwendige roosterpunten. Maar je begrijpt waarschijnlijk wel dat voor het meest rechts en het meest linkse roosterpunt nog iets bijzonders geldt. Want daar spelen op de een of andere manier de randvoorwaarden mee. Dus daar zal ik die randvoorwaarden moeten gebruiken. Dus hoe kun je dat doen? Nou, laat ik eerst eens even kijken voor i is 1. Dus deze vergelijking die geldt voor i is 1 tot n. En ik ga nu kijken naar het eerste inwendige roosterpunt. En als je dan die vergelijking bekijkt, dus ik heb nu i vervangen door 1...
dan komt in die vergelijking U0 voor op deze plaats. Nou, U0 die vervang ik door de bekende gegeven randvoorwaarde U left. Dus ik ga in plaats van U0 U left schrijven. En omdat U left bekend is, voorgeschreven is, verhuis ik die naar de rechterkant van de vergelijking. Dus ik had hier een min U0 keer A gedeeld door H kwadraat staan. Ik vervang U0 door U left en ik schrijf hem naar de rechterkant. Dat betekent dat er hier een plusteken komt te staan. Dus ik heb nu een vergelijking gevonden waar alleen U2 en U1 nog in voorkomen. En dit rechterlid is bekend. Voor I is N heb ik iets soortgelijks. In die vergelijking komt UN plus 1 op twee plaatsen voor. Zowel in de centrale differentiebenadering voor de tweede afgeleide als in de forward differences voor de eerste afgeleide. Op beide plaatsen vervang ik hem met de randvoorwaarde door U right. En dan verhuis ik het naar de rechterkant. En wat hier staat is dus bekend en voorgeschreven. Dus wat ik gevonden heb is een beetje een bijzondere vergelijking voor het eerste en het laatste inwendige roosterpunt. Voor I is 1 en voor I is N. En voor de roosterpunten 2 tot en met N-1 hebben we deze vergelijking. Dus dat zijn de meeste roosterpunten, alle inwendige roosterpunten die ook inwendige buren hebben. Allemaal lineaire vergelijkingen, dus die kunnen we verzamelen in een matrix en we kunnen het schrijven als een matrix vector gelijkheid. En dan krijg je de matrix A. En in termen van wat we eerder gezien hebben, is dat A keer A div plus B keer A advectie met forward differences en C keer de identiteitsmatrix. En F bevat dan alle FJ'tjes, dus F1 tot en met Fn. En voor het eerste en het laatste roosterpunt zie je dat de randvoorwaarden er ook in verwerkt zijn. Dus dit is een methode waarop we een randwaardeprobleem kunnen discretiseren en een lineair stelsel krijgen. En we hebben al eerder gezien hoe we lineaire stelsels kunnen oplossen. Tot slot van deze video wil ik nog even kijken wat er gebeurt als we nu geen Dirichlet randvoorwaarden hebben, maar randvoorwaarden waar afgeleide in zitten. En dat komt ook vaak voor, bijvoorbeeld als je bij temperatuurproblemen, als je een geïsoleerd uiteinde hebt. Dus laten we even kijken naar een variant op het randwaardeprobleem dat we net hadden, maar nu met een derivative boundary condition, dus een randvoorwaarde waar een afgeleide in zit. En ik kijk even naar dit probleem. Dus een beetje een simpel probleem. Ik heb dat min u dubbel gelijk is aan f. Aan de linkerkant schrijf ik nu voor dat u accent 0 gelijk is aan alpha. En aan de rechterkant dat U1 gelijk is aan beta. Dus die rechter randvoorwaarde, dat is eigenlijk zoals we het net al hadden, die Dirichlet randvoorwaarde. Maar de linker randvoorwaarde is een beetje anders. En wat we nu kunnen doen, is dat we zeggen van nou, allereerst kijk ik gewoon naar de differentiaalvergelijking. Ik vervang de tweede afgeleide door een centraal differentiebenadering. En dan heb ik dus deze vergelijking. Maar wat nieuw is, zijn de randvoorwaarden, met name de linker randvoorwaarden. En voor I is 1 kijk ik gewoon naar de vergelijking die ik heb, dus die voor elk roosterpunt geldt. Daar staat U0 in. Wat we eerder deden was U0 vervangen door de linkerrandvoorwaarde, maar dat lukt nu niet helemaal. Dus wat ik doe is dat ik zeg van nou, U accent 0 is alpha. Ik vervang U accent 0 door U2 min U0 gedeeld door 2H, dus door een centraal differentiebenadering. En met deze nieuwe discrete randvoorwaarde kan ik U0 uitdrukken in U2. Dus dat doe ik. Ik schrijf U0 is U2 min 2 alpha H. En in de lineaire vergelijking vervang ik U0 door deze nieuwe uitdrukking. En we krijgen dan de vergelijking min 2 U2 plus 2 U1 gedeeld door H kwadraat is F1 min 2 alpha gedeeld door H. Dus ik heb U0 vervangen door deze. En alpha is bekend, dus die heb ik naar het rechterlid verhuisd. En de andere randvoorwaarden voor I is N, dat gaat net zoals we eerder gedaan hebben. Dus voor I is N zou ik een vergelijking krijgen waar N plus 1 in staat. En UN plus 1 vervang ik dan door beta. En die is bekend, dus die zet ik in het rechterlid.
En vervolgens kunnen we dit ook als een matrixvectorsysteem schrijven. Dat heb ik hier niet op de slide gedaan, maar ik denk dat dat wel zal lukken. Dus wat hebben we gezien in deze video? We hebben drie benaderingen gezien voor de eerste afgeleide. Forward differences, backward differences en central differences. Forward en backward zijn eerste orde nauwkeurig. Central is tweede orde nauwkeurig. We hebben gezien dat je de tweede afgeleide kunt benaderen ook met een centrale differentie. En we hebben gekeken hoe je een randwaardeprobleem, eendimensionaal, met een diffusie, advectie of reactieterm om kunt schrijven, kunt discretiseren tot een lineair stelsel. En we hebben gekeken hoe je dan de randvoorwaarden moet verwerken. Ik hoop dat het duidelijk was en ik zie je heel graag weer terug in de volgende video.